Lijkt me iemand die wel af en toe een gokje waagt. Nee, nooit, nooit. Echt nooit. Dat zegt u met een pokerface? Nee, dat zeg ik met de hand op mijn hart. Meneer Ritter, goeiedag. We spelen vandaag de formatie Toto en de vraag aan u, op wie gaat u inzetten? Nee, op een wat meer partijenkabinet van vier partijen met de drie bekenden en de SP of de Partij van de Arbeid. Ja, doet de PVV nog mee in uw ogen? Nee. Nieuwe kansen? Nee. Nieuwe ronde, nieuwe kansen? Nee. Als u zou inzetten, waar zou u dan op inzetten? Het is geen spel, jongens. Dus ik doe niet mee aan een spel. Maar we spelen de formatie Toto. Waar zet u op in? Ik gok niet. Ah, maar u heeft nu de grootste winkans, wordt er gezegd. Heb ik de grootste winkans? Echt waar? Ja. Ja, je moet zeker nooit op jezelf gokken. Terug aan tafel komen. Nooit op jezelf gokken. En gaat u proberen GroenLinks nog te overhalen? Ja, goed, dat hebben we natuurlijk allemaal geprobeerd bij de formatie. Dat is niet gelukt. He, dus die variant is ook echt wel uit beeld volgens mij. Echt helemaal uit beeld? Ja, gezien zijn uitlating wel, denk ik. Want we wisten natuurlijk allemaal wat de posities waren. Niemand lijkt te weten wat het gaat worden. Waar zou u uw geld op inzetten? Ik heb me tegen gokken, dus ik ga nergens mijn geld op inzetten. Oh, lijkt me iemand die wel af en toe een gokje waagt. Nee, nooit, nooit. Echt nooit. Dat zegt u met een pokerface? Nee, dat zeg ik met de hand op mijn hart. En u lijkt het de troef in handen te hebben. Waar gaat u op inzetten? Dat hoort u zo dadelijk wanneer ik bij de informateur ben geweest. Maar u lijkt me iemand die af en toe wel eens een gokje waagt. Gaat u dat nu ook doen? Nee, gokken doen we niet. Mensen mogen een verstandige keuze verwachten.